Ik ga wel verder BZC. De BMX Zuidcompetitie. Ook daar natuurlijk belangrijk om in de finale te komen. Maar als je een keer een foutje maakt in die halve, dan heb je nog je B-finale voor wat punten te scoren. Hier gaan we kijken naar de beste vier rijders voor de boys 9. Ja, dat is dus een voorbeeld. Dan heb je de pech. Dan ga je als één bocht in en dan kom je er zeker niet op. Voor Kian Prins op 2, dan 158 Thijs Braspenning en op positie nummer 4, 167. Ik denk dat daar heel veel gelukkige rijders bij gaan zijn, want wie hebben pech hier? Jamin Kemp en de echte, misschien grootste pechkorrel, de nummer 7, Bas van Uden. Maar de overwinning komt er en is er voor Jens Lauwers, voor Prins, voor Braspenning en de nummer 4.